De kunstinstallatie van Kapitein Nemo is al aangemeerd op het woonzorgcentrum Meerminnenhof. Deze kan je nog bezichtigen tot en met donderdag 31 augustus. Je kan daar luisteren naar de mooie klanken van de oceaan. Je kan er ook leuke workshops volgen. Ook zijn er wenslintjes en je kan je wens daar achterlaten. Maandag was het de beurt aan de bewoners van het woonzorgcentrum en ja hoor, genoten hebben ze zeker. Ook Gita van Peborg, schepen van Zorg en Gezondheid, kwam ook graag even een kijkje nemen. Echt, die blazen zichzelf echt op. Ja. En dan, ja, dan kun je daar eigenlijk pijnlijk aan zeer doen. Ja, ik denk dat het giftig is zelfs. Ja. Ah, je werkt hier. Ja. Dus we moeten zien dat we niet te dicht in de buurt komen daar, hè. En Marie. Van een man die in een duikboot woont, als volwassene, en die daar gewoon onder water wil blijven wonen. Van Jules Verne, 20.000 mijl onder de zee. Ken u dat verhaal? 20.000 mijl onder de zee? Lang geleden misschien. Lang geleden, ja. Dat ligt hier ook. Ja. Ik kan wel iets dichter. Ik wil die kinderen ook nog een stoel zetten, hè? Of? Oh nee, 20.000 mijl onder de zee. En we hebben een verhaal geschreven, we hebben nagedacht van hoe zou Nemo geweest zijn als hij kind was. Kan een mens leven diep in de zee? Hoe lang is de blauwe vinvis? Hoeveel zoutwatervissen eet een mens in zijn leven? Kan de tijd worden teruggedraaid? En zo ja, hoe? Wat is jullie wens? Welke wens hebben jullie nog? En dan schrijven we dat op een lintje en dan hangen we dat hier aan. Misschien heb je het gezien, hier hangen heel veel lintjes aan de buitenkant. We hebben ondertussen al duizenden mensen gefilmd. Dus misschien dat jullie eens even kunnen denken, wat is jullie eigen wens? En dan kunnen we dat hier opschrijven. Of droom. Denk ik ook. Ja. Oké, dat is hier echt een gemeenschappelijke wens. Ja. En Mickey, dat weet ik. Terug gaan zwemmen. Is het waar? Mickey wil terug gaan zwemmen, hè. Volgende week donderdag. Ja. De vlag heb ik wel niet goed. En dan mogen jij dat gewoon er rond doen en knopen, hè? Dan kunnen we een wens lezen. En jij moet de laatste trek doen, hè? Ja. Jij moet de laatste trick doen. 1, 2, checken.